Je huis staat in brand. Kom snel. Jozef, hoe bedoel je mijn huis staat in brand? Er is helemaal niks wat in brand... Oh, nee. Wat? Hoe kan dit nou weer gebeuren? Alles is letterlijk aan het afbranden. Oh, nee. Dit is niet de bedoeling. Dit is niet de bedoeling. Oh, nee. Snel. Vuur, ga weg. Vuur, ga weg. Vuur, ga weg. Oh, ik kan hier helemaal niks meer tegen doen. Ik heb niet eens water. Wacht eens even. Water. Dat is de oplossing. Ik heb iron bij me. Daarmee kan ik emmers maken. Als ik daar dan water in doe, dan kan ik het als het goed is blussen. Maar dit moet ik heel snel doen. Oh, nee. Het hele huis is bijna al weg. Kom op, kom op, kom op. En water. Oké, het werkt een beetje. Oh nee, er gaat mijn hele farm straks nog. Dit is zo niet handig. Oh nee, oh nee, 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 nee. Waar is het water? Hoe blus je een huis in Minecraft? Ik snap er niks van. Oh, letterlijk alles is al aan het afbranden hier zo. Ik kan hier niks meer tegen doen. Hier nog misschien wat water, zodat het niet verspreidt. Ik weet dat we veel te laat zijn. Vuur is veel te snel hier. Fred, had je niet even wat eerder kunnen zeggen dat er iets aan de hand was daar? Hoe staat dat huis überhaupt in brand? Er staat niet eens een aansteker in de buurt daar. Ik heb geen idee. Je gaat me nou niet vertellen dat jij het was, hè? Ik hoor het letterlijk aan hoe je praat. Aha! We moeten hier iets voor terugbouwen. Maar wat? Waar moet ik nu al mijn farmspullen bewaren? Welkom in Minecraft Survival. Waar ik overleef op dit eiland. Heeft het nou gesneeuwd? Oh, dan merk je dat het echt winter is. Het is ook zo koud zonder kleding hier zo. Waar is mijn kleding? Ik zou toch zweren dat ik kleding had. Ligt het in de keuken? Ik bedoel, dat zou wel echt een meiplek zijn om dat te verstoppen. Maar nee, ik zie helemaal niet waar alles ligt. Oh, ik ben mijn armor kwijt, hè. Voor vandaag had ik een superleuk idee. Ik wou namelijk een nieuwe toren gaan bouwen. Alleen, ja. Is ons farmhuis nog steeds aan het wegfikken? We zouden ook gewoon de toren daar kunnen bouwen. Dan kan dat namelijk ook gelijk dienen als nieuw farmhuis waar ik al mijn spullen in kan opslaan. Zoals mijn wheat en mijn tools. Maar misschien vind ik dit toch niet de beste plek voor een toren. Ik zat namelijk ook te denken van, oh, bouwen we hem hier zo? Dit vond ik echt een heel mooi hoekje. En de binnenkant of de onderkant gaan we dan maken met kobbels. Stone op deze manier. Zo ongeveer. Dan wil ik hier strakjes een deur hebben. We hebben alleen veel meer andere blokken nodig. Ik ga het namelijk niet alleen van cobblestone maken. Dat vind ik zelf niet heel mooi. Oh, wow. We hebben superveel blauwe concrete nog over. Dat is geweldig. Dat is namelijk mijn favoriete blok om mee te bouwen in Minecraft. Ik hou namelijk ook van blauw. Oh, hier is mijn kleding gebleven. Het zat al die tijd gewoon in de kist. En ik ben weer aangekleed. We kunnen misschien ook wel wat glas gebruiken. Hiervoor wil ik deze soort glass panes gaan gebruiken. Laten we dan maar beginnen met de toren of met het hokje. Dit wordt zo de onderkant sowieso. En dan wil ik hier een raam, daar een raam en daar een raam. En hier zo moeten we dan nog eventjes deze blokken erbij zetten. En ik weet het, het is nu nog niet echt heel erg betonachtig. Maar dat wordt het wel, al doen we dit erboven. Deze hak ik eventjes om. Dit moet namelijk een bruggetje worden boven de deur. Wow, alles is aan het opdrogen. Dit wordt zo'n coole toren. Dan doen we hier nog een laag eroverheen. Met natuurlijk ook nog wat water erbij. Zodat het hard en stevig wordt. Zodat als er een storm komt, het niet ineens gaat instorten. Ik zie dat namelijk al best wel gebeuren. Ik woon al op een eiland en er stormt het al best wel vaak. Wat je dan echt niet wil hebben, is dat een storm zo waar je hele huis in één keer wegblaast. Wow, het ziet er al zo vet uit. Dan kijk je naar beneden. Hier komt dan nog zo'n rijtje bovenop. En dan moeten we nu nog de randjes hier ook gaan maken. Ik denk alleen niet dat we genoeg beton gaan over hebben om alles helemaal blauw te maken, hoor. Het zou kunnen betekenen dat we zo meteen gewoon weer wat spulletjes bij moeten hakken. Dat we sowieso gewoon even de voorkant van de toren afmaken met de blauwe blokken. Dat vind ik er namelijk wel het mooiste uitzien. Dan weten we tenminste hoe het er ongeveer uit gaat zien. Nog deze blokken erboven. Die daar, die daar, die daar. En die daar en die daar. Oké, bommetje naar beneden. Au, dat deed best wel pijn. Wow, het wordt zo hoog. Heb ik hier ergens nog wat toortjes die we binnen kunnen plaatsen? Misschien, we moeten wel een beetje aan de belichting denken. Ik heb letterlijk helemaal geen toortjes. Laten we dan maar gewoon wat sticks pakken en wat kool. Ik weet dat ik daarmee namelijk gewoon toortjes kan maken. Houtskool namelijk. Wow, het is echt ineens donker. En het vuur brandt nog steeds. Oh. Nou ja, laten we sowieso hier een torch zetten. En als ik er daarbij kom, erboven helemaal. Oké, daar kom ik niet bij. Wacht, even zo. En ja, ik kom er nu wel bij. Perfect. Vloertje in de toren. Dan wordt die ook weer super mooi natuurlijk. Het spijt me dat de sneeuw alleen weg moet. Sorry, sneeuw. Wat voor vloer zetten we erin? Een diorite vloer? Ik denk dat dat wel mooi zou kunnen zijn. Ik heb alleen maar 4 van die polished blokken. En ik heb ze al polished gemaakt. Dus laten we ze anders gewoon er 6 van maken. Dat gaat ook niet genoeg zijn, denk ik. Want we hebben er nog eentje over. En 3 zo. Weet je wat? Laten we het gewoon een beetje door elkaar mixen dan. Door het zo te doen. Dan lijkt het alsof het gewoon zo hoort. Denk ik. Dan maar. Gekke tegel.
regels, maar alsnog. Wat is het hiernaast trouwens donker? Dit is het huis van mijn buurvrouw Lotte. Ik heb alleen al zo lang niks van haar gehoord meer op dit eiland. En het ziet er ook niet eens meer naar uit alsof ze de energierekening aan het betalen is. Ah! Wat doe jij hier? Oh nee, kom eens hier. Stomme vogel dat je bent. Ha! Jeetje, waar komt die ineens vandaan? Oké, daar schrok ik een beetje van. Helemaal vergeten dat die vogels hier natuurlijk komen. Er komen namelijk heel weinig zombies altijd op dit eiland. Omdat het best wel vaak goed verlicht is. En omdat het natuurlijk een eiland is. En alle zombies, die zie je daar gewoon in de verte er tegenover. Zoals daar. Maar aangezien Lotte haar kant zo donker is, denk ik dat daar best wel eens wat zombies kunnen spawnen. Ik ben ook best wel benieuwd hoe Lotte haar kant er nu uitziet. Ik kan er zo een beetje overheen kijken. Maar zie ik daar nou spinnenwebben? Oké, dit is misschien een beetje apart. Hoe kan het inderdaad dat zij zo lang niet is thuis geweest? En dat daar spinnenwebben liggen. Tussen onze huizen in staat een muur. We hebben namelijk een tijdje terug best wel veel ruzie gehad. Elkaar best wel veel geprankt met TNT en al dat soort dingetjes. En daarom dacht ik dat het maar beter is om een muur te bouwen tussen onze huizen in. Die echt super sterk is. Je komt er bijna niet door. Maar, oh nee, niet weer die stomme vogel. Ik heb je net al doodgemaakt. Hoe zijn jullie nu met z'n drieën? Heeft die versterking geroepen of zo? Kan maar gewoon mijn masterplan verzinnen. Weet je wat? Ja, ik ga wel weg hier. Ik weet dat ik namelijk hier zo een geheime bunker heb. Waar die beesten niet kunnen komen. Heel even de mijn doorrennen hoor. En wat doet jij hier? Een kip? Oké, dat is apart. Maar hier achter dit turret ligt een kluisdeur. Zodra ik deze open doe, zijn we aangekomen in mijn geheime bunker met een gat erin. Zit er met een reden, oké? Ik denk dat ik echt in moet breken bij Lotte haar huis. Maar dan betekent dat dus dat ik door de muur moet gaan. Eerst sowieso wat gaan eten. Zouden we wat dingen nodig hebben? We kunnen TNT meenemen, zodat we de muur kunnen breken. Ik denk dat dat handig is. Ik heb ook redstone wat we kunnen gebruiken. Maar ik weet dat als wij dit samen doen... Nee, dat doet het niet. Ik heb sticks nodig. Daarvoor hebben we snel hout nodig. Hopen dat die stomme vogels weg zijn. Snel de deur dicht. Ligt er hier ergens wat hout? Of wat TNT? Oké, dat moeten we meenemen. Hier is geen hout. Daar ook niet. Oh, nee. Waarom heb ik nergens... Oh, een knop. Dat is perfect. Daarmee kan ik de TNT afsteken. Als ik dit nou gewoon hier zo neerzet. Met een knop erop. Oh, nee. Oké, daar gaan we dan. In 3, 2, 1... Rennen! Oh, die stomme vogels blijven me aanvallen. Ga weg! Hoepelop! We zijn tenminste door de muur heen. Oh, nu heb ik je. Nu zit je vast. Ha, daar ging een van jullie vriendjes. En nu jij nog. Goed zo, kom maar op dezelfde plek vast te zitten. Zit allemaal vast in mijn huis. Ze komen er niet uit. De perfecte plek is dat om ze te vermoorden. En nu jij nog. Oh, daar kom ik net niet bij. We kunnen tenminste door de muur. Laten we dat ook maar doen. En wat is hier gebeurd? Letterlijk, dit hele huis is donker. Spinnenwebben. Het lijkt wel enigszins... verlaten. Deuren staan ook wijd open. Wat is dit gek? Vogels, laat me met rust. Zo, wow. Oké, die deur doet het nog wel. Er ligt hier ook allemaal spinnenwebben. En wat is hier binnen? Hallo? Is er iemand? Hallo? Waarom is het hier zo donker? Dit had ik nooit zo gezien. Zo donker tenminste. Oh nee. Ah! Wat? Er is een skelet? Oké, snel een lichtje neerzetten. Wat doe jij hier? Hallo? Jij bent Lotte helemaal niet. Wat moet ik hier? Is nou letterlijk dit huis verlaten? Ik kan niet eens kijken in de koelkast of er nog wat in ligt. Misschien als ik het spinnenweb weghak. Nee, alles is uit de koelkast. Er ligt hier nog een diamond sword. Oké. Laten we het maar liggen. Ik wil natuurlijk ook weer geen dief zijn. En haar bed is leeg. Haar kist zit vol met allemaal troep. Blauwe blokken? Oh, eens even. Die heb ik nodig voor mijn toren. Maar waar is Lotte? We hebben nog misschien wel een regel overtreden door zomaar door een muur te gaan. Maar ik snap er helemaal niks van. Ze wonen hier altijd. En nu is het helemaal verlaten. Ik vind het maar gek wat hier allemaal is gebeurd met Lotte haar huis. Misschien moet ik dat lampje ook weghalen. Ik bedoel, straks dan vliegt haar huis ook nog in brand. En dat willen we echt... Wat? Wat is hier gebeurd? Waar is mijn huis? Oh nee, letterlijk alles is weg. Hoe kan dit? Oh nee, zoals de ingang naar mijn geheime bunker ligt bloot. Dit is vreselijk. Wie heeft dit gedaan? Betekent dit nou letterlijk dat ik mijn hele huis niet meer in kan wonen? Weet je wat? Ik vind het ook mooi geweest. Dit eiland lijkt wel vervloekt. Eerst al die vogels, dan het huis wat ineens in brand vliegt. Ik denk nog steeds dat het door Fred kan komen. Maar alsnog, een huis hoort niet zomaar in brand te vliegen. Lotte haar huis die helemaal verlaten en eng is. Er zit zelfs een skelet in. Ik ben er klaar mee. Ik pak de laatste spulletjes nog die ik mee kan nemen. Ja, mee kan nemen. Er ligt hier helemaal niks meer wat ik mee kan nemen. En wat hout hier en daar. Als ik deze stukjes hout oppak, dan kan ik daar misschien wat mee maken. Maar ik weet niet wat. Ik denk dat het handig is om een boot te maken. Zodat ik hier weg kan komen. Ik ben van dit vervloekte eiland. Die boot maak ik met mijn oude vloer. Ik had het zo nooit gehoopt. Zelfs mijn toren die ik net heb gebouwd is al een beetje kapot gemaakt. Vaarwel, eiland.
tot nooit meer ziens, denk ik dan maar. Het is tijd voor een nieuw avontuur met een heel nieuw huis. Nieuwe mensen, een nieuw gebied. Ik denk dat dat me goed zal doen.